dames en heren. Van harte welkom op deze schitterende dag bij de Grand Prix van Salau 2005. En daar staan ze, onze gladiatoren, klaar voor de strijd. En daar is het startsignaal. Boy die daar schitterend de hoek omdraait en meteen de kop pakt. Justin die in de achtervolging gaat met een schitterende polsbeweging naar de hoek omdraait. En Ben erachteraan. En daar komt Boy op het lange rechte stuk hier in de vierde, vijfde, zesde versnelling terugschakelt naar de vierde. Justin die toch optrekt naar de tweede plaats. En Ben die ook ontzettend zijn best doet. Ben die nu dicht achter Boy zit, zoals jullie kunnen zien. De omstandigheden zijn schitterend. Het asfalt is niet te heet. De zon staat niet te hoog. En wat zal de uitkomst zijn? Het is Ben, dames en heren. Het is Ben. Boy, wat gebeurde er? Ben ik al eerste? Nee, Boy. Toch volledig gedesillusioneerd, toch zo zijn best gedaan. Goede voorbereiding, helaas, Boy. Dan is er natuurlijk niets leukers dan je met 600 km per uur de lucht in te laten schieten. Zo uitgelaten hebben we de Amigos nog nooit gezien. Intussen zoekt Miljuska de lol maar op het strand. Ik wil ook op de banaan. Jongens, gaan jullie mee op de banaan? De winnaars van de Mr. en Mrs. Fiesta-verkiezing, Kenneth en Suzanne, hebben van TMF een echte, professionele fotosessie gekregen. Onder leiding van fotograaf William Rutte. Dit vind ik gewoon echt toppunt. Dit vind ik echt superleuk. Dit vind ik echt gewoon echt super. Ik vind het wel leuk, echt. En na een zware dag foto's nemen op het strand, mogen Kenneth en Suzanne op kosten van TMF gaan lunchen in het lekkerste restaurant van Salau. Even een lekker glaasje wijn. Kenneth, ho, stop maar, Kenneth. Ja, dankjewel. Kenneth, dank je. Oh, Kenneth, ja, nu snap ik hem. Zo'n grote pizza, dat vult ook echt wel te maken, hoor. Dus, ja. Ja, dat is natuurlijk ook samengesteld uit de beste ingrediënten die er in Spanje te krijgen zijn, Kenneth. We laten Kenneth en Suzanne maar even alleen op een romantische lunch. Gewoon nog even tussendoor of zo. Even, hey, ik heb zin in een lekker bakje koffie of zo. Ja, heel gezellig. Ja? Ja. Nou, ik kwam in eerste instantie wel verlegen over, ja, maar uiteindelijk viel het heel erg mee. Dus ja, was echt gezellig. Ja. Echt superleuke meid. Ja, ik vind het gewoon super. Super. Ja, ik ben zeker trots, ja. En ja, ik vind het gewoon een hele eer om Mr. Fiesta 2005 te zijn. En ja, dat is gewoon, ja, gewoon super. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik vind het gewoon leuk. Isn't that cute? Ja, lekker ding. Sommige ID-members hebben het zo verschrikkelijk naar hun zin gehad dat ze nooit meer weg willen. Over anderhalve week. Anderhalve week? Ja. Blijft hij nog? Ja. Blijft hij nog? Uitrusten. Amigos, hoe zit het eigenlijk met jullie? Weet je, er komen gewoon wat irritaties boven. En nou ja, dat is dan gauw een beetje ruzie. Ja, als ik het zelf mocht uitkiezen, dan had ik een paar andere genomen. Ja. Die mensen zie je echt 's ochtends opstaan en 's avonds laat je naar bed gaat. Dus daar zullen sneller wat irritaties zijn. Ja, ik moet wel eerlijk toegeven. Ik bedoel, wij hebben allemaal niet echt van dat extreme. Ik zou waarschijnlijk alleen maar met alleen maar jongens zijn gegaan.
Als ik deze reis had gewonnen, had ik niet deze mensen meegenomen. Ik denk als ik 10 mensen mee mocht nemen, dan zouden wel andere mensen zijn. Ik heb me wel vermaakt. Als het aan mij ligt, gaan we morgen weer. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. Hoe laat is het ongeveer geworden? Ik ben gewoon in één keer doorgegaan. Kijk, dan doe ik nog eens een fan met ballen. En jij? Al 6. Hey, nou heb ik zo vaak de vraag gekregen, en alsof ik dat weet, of jullie nou tweelingen zijn. Nee. Hoe zit dat? Nee, we zijn geen tweeling. Maar? Het scheelt 14 maandjes. Oh, 14 maandjes. Hey, waar kennen we hem ook alweer van? Ik ga vliegen. Ja. Ben je er blij mee? Ja, dat wel. Nou ja, 24 uur zit hij in mijn buik, dus ja. Hij gaat overal mee. Maar ik heb hele dikke voeten. Dat was wel leuk. Ja, heb je genoten? Ja, echt een leuke... Alleen met 300zelfde mensen iedere dag, dat is een beetje saai. Zoals dat dan gaat in het leven, komt er altijd aan al het moois een eind. Nou, wij willen graag onze tas, maar dat lukt nu echt. Ik wil even mijn broek aantrekken. Maar kijk. Was dat allemaal nog? Nee. Alle 300 ID-members verzamelen zich met koffers en tassen in de lobby. En onze amigo's, tja... Die nemen de tijd. Nou, we hebben net gegeten bij Kas bij Costa, dus we gaan nu onze koffers halen. Met de bus te vertrekken. Ja, daarom gaan we nu onze koffers halen en dan vertrekken we. En met het vertrek van de 300 ID-members keert voor de lokale bevolking de rust weer terug. Ga maar niet laat, joh. Wat? Nee, de rest is van de groep. De rest is gewoon veel te vroeg. We hebben prima op tijd. Ben, wat is er gebeurd? De rest is gebeurd, dat weet ik niet. Ik werd even opgehouden. Oh, wat dan? Door het getreuzel van Ben moet Louise met Ilse 22 uur in een vreemde bus gaan zitten. En daar gaan ze dan. Dag, Juan. Dag, Juanita. Dag, TMF Fiesta. Dag, Salau. Ik zal jullie missen. Joris die steekt even een sigaretje op in de buurt van het benzinestation. Heel erg goed. Alleen ze is gisteren wel blijven slapen bij mij. Wat is er gebeurd? Ja. Veel. Wat wou ze? Dat we lekker samen zouden gaan slapen. Ja. En wat is er toen gebeurd? Toen zijn er bepaalde dingen gebeurd. Ik weet niet of het allemaal verstandig is om het op televisie te zeggen, maar alles mag. Nou, we hebben wel enig seksueel contact gehad, zeg maar. Kijkers. Dus dat is altijd goed. Ja. Oh ja? Ja. Hebben jullie dat gehoord? Ja, we hebben wel een gehoord. Van wie dan? Nou, wie denk je? Hoe was dat? Dan val je dicht, denk je. Van wie hebben jullie dat gehoord? Op zich was dat wel een hoogtepunt, ja. Maar ik ga nou op naar de wc, ja? Ik zeg verder anekdotes. En na een epische reis van 22 uur komen de bussen aan in Utrecht. Verbroken liefdes, nieuwe liefdes. Joost en Suzanne. Hallo. De rastijgers. De amigo's. Lee Kusta, die nog steeds bezig is haar kleine zwarte boekje te vullen. Ik heb de telefoon in mijn hoofd.
levens van onze 300 ID-members zullen nooit meer hetzelfde zijn.